Hatsa flatsa bamba! Daar zijn we weer met de nieuwe JODM. Dat betekent dat we weer vragen gaan beantwoorden van jou of van iedereen die dat heeft gedaan. Nou, we hebben deze week vragen van Gio, Robin, Dimi, Vince, Ronaldo, Jaden en natuurlijk de Flitsronde. Yo! Dem. Goed, heb je ook een vraag? Blijf die insturen naar jodm@pu.nl. We kijken in onze inbox van Instagram. Die kan je vinden op @powerlimited. Of op die van TikTok @powerlimited.nl. Goed. De eerste is van Gio. Doe jij? Die zegt: goedemorgen Power Unlimited. Ik heb een vraagje. Op PlayStation 4 speelde ik Farming Simulator 2022. En leuk. Nu ik het op PlayStation 5 wil spelen, moet ik helemaal opnieuw beginnen. Dat is kut. Wat doe ik verkeerd? Of hoe kan ik verder spelen waar ik toen gebleven was? Please, help. Nou, wat jij gaat doen is even je save game op een USB-stickje zetten of uploaden naar de cloud. Dan ga je naar je PlayStation 5, prik je dat USB-stickje erin en haal die save game van je USB-stickje en zet je op je drive. Of je haalt hem vanuit de cloud en kan je wel lekker verder spelen. Ja, want in principe moet dit gewoon lukken, Gio. Je zeker weten. Robin met dubbel B. Goedemiddag, Pu. Het volgende. Ik wil graag een QD OLED monitor kopen voor de PS5, de Asus ROG Swift of de MSI MPG. Maar hoe kan je de monitor updaten? Voorzien we de laatste firmware update als je geen laptop of PC hebt. Kan dat ook via de PS5? Hopelijk kunnen jullie mij hierin helpen. One eternity later. Oké, ik heb het antwoord. Vertel. Ja, het updaten van monitoren werkt op allerlei devices weer anders. Of andere merken monitoren. Maar 9 van de 10 keer is het dus de update op een USB-stick zetten. Ja. Die prik je in de monitor en dan update hij de firmware. Ja, dus als je geen PC hebt, je kent ongetwijfeld wel iemand met een PC. Ja. Met een laptopje, dat je even de firmware kan downloaden op een USB-stick. Die prik je dan in je monitor en dan kan je hem updaten. Wauw. There you go. Ja, tegenwoordig op je telefoon kan je ook een USB-stick inprikken en dan download je het op je telefoon. Ja, dat kan ook. Dimmy, ik had een vraag. Heb mijn PlayStation 5 sinds vrijdag vandaag 30 min liggen gamen en opeens viel de stroom weg. En nu als ik op pauzeknop duw, krijg ik één piep zonder licht. En daarna nog eens op powerknop, dan piep en even blauw licht. Maar wilt niet aanblijven of niks, wat kan ik doen? En nu zeker dat Game Mania heel de tijd dicht is. Oké, check even aan de achterkant of die stekker er goed in zit. Soms zit je wel een beetje los. Ja, inderdaad. Dan denk je dat je hem goed te vinden hebt. Je moet hem even goed doordrukken. En anders even de powerknop langer ingedrukt houden. Ja, dan kom je in een safe mode. Ja. Dat zou je even kunnen checken. Dus dat je een tweede piepje krijgt. Ja. Succes, Dimi. Dimi, ja. En anders kan je gewoon even contact opnemen met de PlayStation Support. Ja. Vince, die zegt: goedemiddag, ik heb een probleem met mijn PlayStation 5. Dit is bijna 2 maanden geleden ineens gebeurd en tot nu toe slechte hulp van Sony en Mediamarkt. Elke keer als een applicatie inga, kan ik niet meer bewegen met mijn controller. Het maakt niet uit of het nou FIFA, YouTube of de PlayStation Store is. In de home kan ik alles doen, dus tot in dus een applicatie inga. Ook heb ik al de methode geprobeerd dat je hem helemaal uit en aan indrukt en dat je hem kan resetten. Ook dan kan ik niet met mijn controller bewegen. Ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen of tips hebben. Ik heb 3 opties die je kan proberen. Ja. Oké, optie. Slaan. Dat zou kunnen. Het zou kunnen zijn dat er een beetje vuil tussen de knopjes zit. Dus je kan er even goede smack op geven en kijken of hier weer werkt. Anyway, dat zou je dus met je controller kunnen doen. Dat zou je kunnen proberen. Het zou ook kunnen zijn dat je een muis en toetsenbord hebt aangesloten gehad op je PlayStation 5. Koppel die af en herstart je PlayStation 5 en probeer het nu nog een keer. Werkt dat nog steeds niet, dan zou je even naar de instellingen kunnen gaan, naar je controller settings en even de laatste update voor je controller downloaden en installeren. Fix dat het nog steeds niet, dan kan je PlayStation 5 controller pakken. Die draai je om, achterop zie je een klein gaatje zitten. Dan kan je een tandenstoker of misschien een klein prikker dingetje, wat altijd wel goed naald. Wordt. Een naaldje. Precies, dat is ook goed. Een naaldje kan je inprikken. Hou je voor 5 seconden ingedrukt. Dan reset je de controller. Dan pak je een kabel, sluit je die opnieuw aan je PlayStation 5. Sync je ze opnieuw. En dan zou het opgelost moeten zijn. Is dit het nog steeds niet? Dan is waarschijnlijk je PS5 controller kapot. Dus probeer dan even een andere controller van een Mattie of je oude PS4 controller. Kijk of dat wel werkt. En weet, kan je dat er in ieder geval uitsluiten.
Ronaldo. Hey Power Limited, ik heb een sociale communicatieban op PlayStation voor 60 dagen. Ik kan nu EAFC op een melding annuleren, klikken en verder spelen. Kan ik bij EAFC 25 ook met die melding op annuleren, klikken en verder spelen? Sociale communicatieban. Nou ja, wat je kan doen, je kan alleen niet meer communiceren. Dus je kan wel gewoon spelen, ja. Maar je kan niet meer praten niet. Ja, dus dat, waarschijnlijk krijg je de melding dat je niet kunt communiceren. Nee, want je hebt een sociale communicatieban gekregen. Dit is wel heel bijzonder. En hoe je dit op kan lossen, Ronaldo, is je voortaan gewoon een beetje gedragen. Gelden beperkingen voor je gebruik van de communicatiefuncties als je ouder of voogd deze beperken. Je bent niet geband. Je ouders hebben het uitgezet. Ja, je ouders hebben het gelokt voor je. Ja, volgens mij zit hij daar niet mee. Hij zit er maar gewoon mee of die FC 25. Je kan gewoon spelen. Je kan alleen niet communiceren. En als je wel met je matties wil praten, dan moet je even aan je vader of je moeder of aan degene praten wie het hoofd is van dat account. Of je dat op toegang tot kan geven. Jaden die zegt, dit is aan jou gericht. Ik heb je TikTok gezien. Kan ik je een tikkie sturen? Een tikkie? Ja. Dat kan altijd. Oké, nou het laatste is van Stijn uit België. Hey Stijn. Stijn uit België. Allee. PlayStation 4 VR op PlayStation 5. That's it. Oh ja, dat kan. Heb je een dongeltje voor nodig, maar die kun je gratis aanvragen bij PlayStation. En dan kan je je PlayStation 4 VR gebruiken op je Fruitronde! Ja, ik denk, zorg er maar even voor dat jullie niet voorbereid zijn. Schrok van de tyfus. Lidsronde. Een beetje serieus antwoord te geven. Trommelvlies eruit. Ik heb weinig vragen, dus ik geef jullie 1 minuutos. Is de nieuwe PS5 overpriced? De Pro bedoelt hij, ja. Ik vind hem wel wat duur. Ja, het is een nieuwe PS5. Ja, ik vind hem wel wat duur. Wanneer maken jullie de winnaar van de tv bekend? Ik heb nog geen winnaar uitgekozen. Dus. Wanneer is de giveaway van de 144 Hz tv? Dat is dezelfde. Nee, ik heb nog geen winnaar voor uitgekozen. Die staat nog ineens zo lang live. Mensen vragen meestal een uur daarna van, hey, is de winnaar al bekend? Dan staat hij net een uurtje live. Come on. Ik heb laatst iemand een prijs thuisgebracht. Die had het race-stuur gewonnen. Die stuurde zijn adres door. En ik dacht, nou, dat ligt gewoon op de route. Ik breng het even langs. En stuurt hij terug van, ja, ik vind het een beetje eng om nieuwe mensen te ontmoeten. Oké, maar hoe moet ik het dan naar binnen jieten of zo? Gewoon aanbellen en wegrennen. Ja, dat was het dus. Dus ik belde aan. Er deed iemand open en ik gooide het ding naar binnen en dat was het. Dus als je meedoet met prijsvragen, dan moet je in ieder geval op zijn minst een koud klettertje aan Marken geven. Ja, precies. In ieder geval die bereidheid willen tonen. Komen wij een tv brengen? Iets ervoor terug. Ja. Come on. Voice Commando het al op PS5 in Nederland. Als je met de Engels zet, dan kan je ook even Voice Commando's doen. Wanneer Eldering 100% completion met Donkey Kong Bongo's? Oh, hey. Hallo, ik had je niet gezien. Ja, ik was aan het trobbelen natuurlijk. Ja, als we dat werkende zullen krijgen. Het zijn mensen, ik heb ze met dansmatten zien gaan. Dus, ja, als we met dansmatten... Lukt mij met controller nog niet eens. Nee, maar als we met dansmatten aan de slag gaan, dan laten we iemand anders gewoon gaan. Die kan goed dansen, jongen. Oh, jezus. Ik vond het leuk. Ik hoop jij ook. Was oké. Was oké. Nou, dit kan beter, mensen. Kom op, even een vraagje stellen natuurlijk hieronder in de comments. Vergeet ook niet een jodm@powerlimited.nl een mailtje te sturen of via de DM natuurlijk kan ook. @powerlimited op Instagram, @powerlimited.nl op TikTok. Vergeet niet te liken, te abonneren, die hele hatsenflats, je weet het. Mand. Want zonder jou zijn wij helemaal niks. Nietig. Trouwens. Nou. Ik heb vrienden.